Hey, ik ben Kane. En voor degenen die me niet kennen, ik ben een gadgetfreak. En ik heb een uitgesproken mening over alles. Maar voor je iets het label Kaneproof kan geven, moet er eerst een paar strenge testen ondergaan. Aangezien ik mezelf niet altijd even populair heb gemaakt, moest ik mezelf trakteren op een verjaardagscadeautje. 3 jaar geleden, bij de aankondiging van de nieuwe Tesla Model 3, was ik nummer 41 die stond aan te schuiven om alsjeblieft mijn voorschotsbedrag aan te nemen voor een auto die niemand wist hoe die er uiteindelijk ging uitzien. Ik was jaren fanboy van mijn grote idool Steve Jobs en bij elke nieuwe lancering smeekte ik om mijn zuurverdiende euro's te mogen smijten voor weer eens een nieuwe, nutteloze gadget. Elon heeft die godvader al overgenomen en ik was zo blij 3 jaar geleden dat ik hem geld mocht smijten voor iets dat vandaag gelanceerd wordt. De eerste 400 kwamen in Zeebruggen aan, een paar weken geleden. Ik kreeg het verlossen deze machine dat ik hem mocht komen halen op Valentijn Kapla. Nu bleek ons een Elon gerekend gaat gaan met de Belgische cultuur van staken en manier van werken hier. Meneer is even met de privéjet overgevlogen en was verbaasd over het concept vakbond en toch hoe dat mensen betaald worden om niet te werken. Maar genoeg gezeverd over mijn mislukte Valentijn. Vorige week toch het verlossende mailtje van mijn Vinuber. Mijn nieuwe bolide mocht eindelijk van de boot en ik mag hem nu gaan uitpakken. Dus, voor mij, de belangrijkste en grootste unboxing movie die ik ooit gedaan heb. Ik heb de app al geïnstalleerd en even testen. Dat werkt. Ain't no future in the youth. No more culture. Na 3 jaar heb ik geen idee meer hoe dat die velg eruit zegt, maar. Ho, patservelgen! Repetition. 3 jaar op gewacht. Eerste indruk top, maar nu wil ik hem wel eens een week uitvoerig testen en zien wat hem wel Kaneproof is. Dus tot volgende week. Stay tuned. Als hem nog heel is.